Het houdt gewoon op te bestaan, zo'n café. Dat is gewoon heel sneu voor heel West-Friesland. En zeker niet voor de plaatselijke bevolking dat het allemaal moet stoppen. Wij hadden ook liever gehad dat het café door zou draaien. Maar het is gewoon voor nieuwe uitbaters is het bijna niet meer te doen. Dat is uitgesloten. Jantien en Bob gaan met pensioen. Ze hebben het café te koop gezet, maar een opvolger is helaas niet gevonden. Na 450 jaar gaat de Rode Leeuw dicht. En dat doet zeer. Het is nu echt definitief afgelopen. En soms denk ik van, gelukkig, nu heb ik andere tijd. Maar ja, in wezen huilt mijn hart natuurlijk. Ook de vaste gasten en lokale biljartclub gaan het café missen. Ja, op zich wel heel vervelend, want het is altijd mooi zitten. Een mooie vrijdagmiddag, zondagavond. En als er niks te doen was op zaterdag, zat hier ook met de hele vriendengroep. Wat maakt deze plek zo mooi? De oude sfeer hier, de vloer die afloopt. Je hoort heel West-Friesland over met biljarten dat er een scheve vloer in het café ligt. Ik heb hier altijd heel plezierig gekomen. Als we familiefeestjes hadden, die zijn ook altijd hier geweest. Dat is heel vreemd gewoon. Maar de situatie is nu eenmaal zo. Dus ja, dan ga je op zoek naar wat anders. Jantien en Bob genieten nog van de laatste dagen dat ze open zijn. Ja, ik lach de hele dag al. Dus niet. Maar kijken ook uit naar hun welverdiende rust. Lekker samen leuke dingen doen. Lekker fietsen. Dat vinden we alle twee heel leuk. We gaan de herinneringen bewaren die we hier hebben gehad in het café. Met de jeugd, met de biljarters, met de dansers, de bruiloften, de partijen. Maar ook de begrafenissen die we hier gehad hebben. Je hebt overal een herinnering aan en dat neem je gewoon mee.